Ik ben Parwees Koeistani, 34 jaar oud, al 18 jaar in Nederland, maar geboren in Afghanistan. Geboren in oorlog. Opgegroeid in oorlog. Gevlucht uit oorlog. En momenteel gelukkig wel in Nederland. En in die 18 jaar die ik in Nederland heb gewoond, heb ik mezelf kunnen ontplooien en heb ik mijn droom kunnen waarmaken. En op dit moment als arts werkzaam ook al vijf jaar. Ik ben geboren in een, een warme gezin. Ook opgegroeid in een warme gezin, heel erg liefdevol. Maar uh, door de ellende van oorlog uh, is het niet uh, uh, mogelijk geweest om altijd bij elkaar te blijven. Ik ben als Ama, alleenstaand minderjarige asielzoeker uit Afghanistan vertrokken. En uiteindelijk na heel veel uh, pijn en ellende in Nederland terechtgekomen. En gelukkig uh, heb ik ook mijn ouders weer in Nederland kunnen vinden na jaren. En wij zijn daarna weer herinnerd als uh, gezin. Um, en het leven is weer uh, doorgegaan. Maar dit, dit, is niet voor iedereen hetzelfde. Want dat is, ik ben een, 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 een kleine percentage van het geheel van al die mensen die op de vlucht zijn naar een veilige omgeving. Als je mij zou vragen waarom uh, heb ik dat gedaan, ik denk dat het heel erg lastig is om voor mensen om het te bevatten, om te begrijpen, ook wel. Uh, uh, waarom mensen zoveel moeite nemen om dit te doen. Er zit een overlevingsinstinct in ieder mens. En koste wat kost doe je alles ervoor om een leven te blijven. En dat was waarschijnlijk ook wel de drijfsfeer die je uiteindelijk in leven houdt. En voor mij, uh, alle pijn en verdriet die ik had, uh, die ik had gehad, had ik, twee, ik had twee keuzes. Enerzijds ergens in een hoekje zitten huilen en janken en jammeren. En zeggen van oh, hoe zielig ik ben. En anderzijds. Al die pijn en verdriet omzetten om iets te kunnen bereiken. Ik heb als kind had ik altijd gedroomd om arts te worden. En ik heb alles op alles gezet, toen de tijd ook, om heel veel te leren, te studeren. En, uh, en dat maakt het steeds dat je dagbesteding hebt en dat je doorgaat. En dat je niet in uh, een, een, een uh, visieuze cirkel blijft uh, hangen. Ik heb uh, vanzelf heb ik altijd uh, het idee. Een uh, mens hoort een, uh, een horizon voor zich te hebben en een bepaalde koers om naar te varen. Ik, verge Ik vergelijk het leven met de woeste zee en onszelf uh, uh, als een schip die daarin eigenlijk is en de alle omwentelingen van het leven als de wind die waait. Als je een koers hebt en je bent de kapitein van je leven. Als je een koers hebt om van A naar B te gaan, hoe dan ook wil je gewoon de zeilen zo, zo leggen dat het uiteindelijk wel naar dat, uh, naar dat uh, uh, koers jou brengt die jij hebt ingesteld. Wil je je overlaten aan, uh, aan de wind die waait, dan of je komt er wel aan of je komt er niet aan. Dus uh, voor mij was het uh, in dit geval, voor ieder kan anders zijn, voor mij was het arts zijn. Ik wilde ontzettend graag die doel bereiken. Hoe dan ook. Al was ik volwassen in hier in Nederland toen ik aankwam. Ik was 16 en ik werd in Nederland 17. En alles op alles heb ik gezet om gewoon toch naar dat doel te gaan. En uh, ja, tuurlijk, het gaat niet makkelijk, het gaat niet vanzelf. Uh, er zijn hele harde winden onderweg uh, die waaien. Maar uh, ik heb geprobeerd om de zeilen zo te leggen dat de wind uh, mij uh, een, uh, een, een duwtje gaf. Alleen lukte me natuurlijk niet. Er zijn heel veel mensen die mij in, uh, hierbij hebben geholpen en gesteund. Toen ik uit Afghanistan in Nederland uh, aangekomen was, uh, ik had ik eigenlijk met mezelf besloten dat ik niks meer met Afghanistan te maken wilde hebben. Ik had zoveel pijn en verdriet uh, gehad dat ik zoiets had: van uh, het is genoeg geweest. Maar uh, gelooft u het wel of niet, uh, uh, na een aantal maanden kreeg ik heimwee naar dat land waar ik vanuit had gevlucht. Uh, toch, waar je geboren bent, uh, waar je. Een deel van je jeugd heb doorgebracht, dat is toch wel, dat blijft je lief. Ik vergelijk altijd je land van herkomst met je moeder. Wat voor uiterlijk een moeder ook zou hebben voor een kind, is een moeder een engel. Die is de prachtigste mens op aarde. En dat is ook eigenlijk in mijn geval in Afghanistan. Toen ik hier kwam, ik had het idee van na een tijdje. Uh, nou, ik ben de enige die daar weg is, maar wat gebeurt er met al die andere mensen die daar zijn? En uh, uh, daar, met dat idee heb ik rondgelopen: van wat kunnen we doen, wat kunnen we betekenen? Totdat ik een, uh, een groep tegenkwam die eigenlijk hetzelfde idee had. En dat zijn onze collega's van de Stichting Paiman. Toen we in 2006 bij elkaar kwamen, het was een hele strenge winter in Afghanistan geweest. Wij hadden het idee om één een keer eenmalig een evenement te organiseren en daar geld in te zamelen en dat sturen naar Afghanistan voor, uh, voor uh, uh, met name kinderen die in die tenten wonen. Maar uh, zo vernederland als we zijn, uh, wij willen heel erg voor langdurigheid gaan en voor, een, uh, voor iets die, die langere tijd bestaat dan alleen maar één keer buikvullen. En toen dachten we van, uh, nou, dan gaan we zelf financiële bijdrage inleveren en dan gaan we twee kind... Uh, adopteren, of in ieder geval die financiële kosten van uh, 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 dragen, en kijken of we die twee, de twee kinderen uh, tot, uh, tot een school kunnen afmaken. Dat vonden wij belangrijker dan uh, bijvoorbeeld uh, tien mensen eten geven. Voor mij is onderwijs een pilaar, een fundering waar een samenleving op rust. En tegelijkertijd een tool, een eigen, een, een, een gereedschap die je die eigenlijk, uh, uh, tegelijkertijd om het even kort te zeggen, legt voor je leven. Dus vandaar dat ik me heel erg graag uh, uh, met al mijn collega's uh, voor Stichting uh, Pijman uh, heb ingezet en voor onderwijs. Uh, zonder onderwijs heb je niks, uh, want dan, is, dan heb je een losse fundering. Je kan zelfs, uh, met geld kan je geen samenleving bouwen, maar met, uh, met onderwijs uh, kan je wel, want uh, dan heb je geen blinden, maar dan heb je goedziende mensen, niet alleen zienende mensen, maar goedziende mensen. Toen is het idee van uh, Pijman uh, geboren. Wij hebben bewust ook voor de naam Pijman uh, gekozen, uh, belofte. En uh, uh, dat hebben we, er waren een groep uh, van uh, acht uh, Afghaanse studenten toen der tijd die we Stichting uh, Payman hebben opgericht. En uh, vrij snel uh, uh, de constructie die de Stichting Payman heeft en het werk die Payman heeft, heeft meer mensen aangesproken en meer mensen hebben ons gesteund. En wij zijn trots dat we vandaag de dag tien jaar bestaan. En wij zijn trots dat we nu 34 kinderen onder ons hoede hebben. En, uh, wij zijn trots dat we zeven van onze kinderen vorige maand middelbare school hebben afgemaakt in Afghanistan en zij gaan naar de universiteit. En dat is wat we eigenlijk wilden. We hebben zeven kinderen met de steun van onze donateurs, met de steun van mensen zoals Sir Optimist die onze project hebben gekozen, hebben we een toekomstperspectief kunnen bieden. Dat meisje die aan het bedelen was, zijn op. Dat meisje wil journalisten worden. En zij, ik, ik garandeer u, en als u het ziet, zij praat als een journaliste. Ik geloof erin dat ze journaliste wordt. En, en zo zijn er ook al onze andere kinderen. Die hebben weer de droom. Ene wil arts worden, andere wil ingenieur worden, weer een andere wil economie gaan, uh, gaan studeren. Dus je ziet dat er hoop weer uh, gekomen is. En daarom zijn we trots op het uh, bestaan van uh, Stichting Payman. En daarom zouden we ontzettend graag willen dat uh, Payman door zou gaan. Of we nou wel of niet zouden bestaan. Wij, als organisatoren en als oprechters van Pijman, wij zijn niet belangrijk. Wij zijn alleen maar een tussenschakel, wij zijn alleen maar de stem van die kinderen. En wij zijn trots wanneer we ze zien dat zij toch weer de school afmaken en met een opgeheven hoofd het leven tegemoet gaan. Want ellende is er altijd optimistisch moet je zijn. En uh, wie, uh, wie, dat, uh, wie dat wel doet, en uh, die zou uiteindelijk de eindstreep halen. Uh, pessimistisch is het, heel makkelijk om te zijn, maar daar uh, kiezen we niet voor. Uh, dus uh, blijf ons steunen. Uh, vraag ons over de Stichting Pijnman. Uh, graag willen we jullie te woord staan, meer dan graag zelfs. En hopelijk uh, uh, blijft Pijnman nog heel lang bestaan en dan kunnen die kinderen nog heel langer van genieten. En ik zie mezelf ontzettend graag tussen al die weeskinderen mijn oude dag ook doorbrengen, ooit daar gewoon als een opa-dokter. Parwees uh, Kouistani, die voor deze kinderen gaat zorgen. Dat is in ieder geval mijn intentie en in mijn horizon, zoals ik uh, in het begin van het filmpje, filmpje ook zei. Dat is mijn toekomst waar ik me tussen al deze kinderen, die eigenlijk niemand hebben, om uh, tussen hen te bevinden. Dat zou mijn, uh, mijn, mijn geluk ook zijn om, een, uh, om hun uh, tranen te drogen, om een toekomst te geven. Dat, zullen we, dat zal mij niet alleen lukken.